Kruithof. Nou, dan komen ze aardig weg. Kouidokas. Mis. Barker. Akerboom. Mist. En dan krijgen we vrije worpen. En Den Bosch kan op voorsprong komen. Fout is van Kruithof. Akerboom's eerste vrije worp was raak. Dat was meteen zijn 30ste punt. Hier is de tweede vrije worp. Die is mis. Hoe bedoel je spanning? Het is 80-80 en er staan nog 40 seconden op het bord. En Den Bosch staat voor. Hoe is het mogelijk? Op 40 seconden te gaan. 80-81. En dat betekent dat Leiden nog één aanval heeft. Maar dat in ieder geval Den Bosch ook nog wat overhoudt. 80-81. Laten we gaan kijken hoe dit gaat. Tony Parker. Boutstra. Van Solom niet. Ja. Dan neemt Parker zelf het initiatief. Mist. En daar is de rebound voor Parker. En nu heeft Den Bosch kans op het landskampioenschap. Tenminste, als ze dan die thuiswedstrijd nog gaan winnen. En dan zijn ze hier van een verschrikkelijke achterstand teruggekomen. Wat nu? Leiden krijgt balbezit. Kramer is ontzettend boos. Het blijft de wedstrijd van vergissingen. Tony Parker. Die gaat scoren. Nee, 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 nee. Weg. En het is tijd. En Den Bosch wint. Hoe is het mogelijk? Den Bosch wint. Na 17 punten achter te hebben gestaan. Naar een open kans van Van Solom in de laatste seconde. Wint hier Den Bosch de eerste playoffwedstrijd. Het basketbal was erbarmelijk. Ik zeg het er maar even bij. Maar de mentaliteit van Den Bosch heeft uitstekend gewerkt. 90 en nu is het 13 punten verschil. En hier gaat Kirkland. Dat wordt een dunk. Ja! Den Bosch. Den Bosch in de finale van de Europa. Hier komt Dan Kramer. Hier is Akerboom met Barker samen. Onderlangs Akerboom. Oh, wat een schot. En hier is Kramer weer. Wat een verwarring bij Leiden. En dat doet alleen maar Kees Akerboom. Zag u dat schot? Eén been, vallend naar achter. En het ging er toch in. 56-39. En de vinkerkamp is nu te klein. Kirkland. Onderlangs naar Barker. En die past niet goed op. Akerboom, als die zit. Oh, hoe is het mogelijk? Kees Akerboom op 20 punten. Eén keer valt hij achteruit en dan krijgt hij halfvallend nog een keer de bal. En het zijn 4 punten achter elkaar. En deze ploeg is een moeilijkheden. Ik heb te doen met coach Wallaerts. En daar tegenover staat dat deze ploeg nu op 58-39 staat. Bal zit, komt op naam van Bruinsma. Voor zover ik heb kunnen zien. En het verschil wordt kleiner, 66-55. En de ploeg uit Den Bosch heeft het nu wat moeilijk. Maar ze moeten gewoon die bal erin schieten. Daar gaat het om. Kijk, Jimmy Woutstra. Mooi gespeeld. Heel goed. Jimmy Woutstra op assist van plaats. 66-57. Trotman. Barker. Nou, dat leek op een fout, maar dat klopt. 74-67. Hier is Akerboom terug. Wat een enorm vreemde wedstrijd is dit. Een sprankelende eerste 6 minuten van de tweede helft. Daarna gaat de wedstrijd op slot. Akerboom komt er niet meer aan te pas. En Den Bosch zwalkt nu gewoon. Hoewel ze op voorsprong staan, ze spelen niet goed. Het enige is dat je goed infiltreert onder die basket. Parker daar Barker laag neerzetten en dan via die lage man werken. Kirkland. Ze nemen wel hun tijd. Dit is een hele fraaie bal. Kirkland scoort, maar de assist, die is heel belangrijk. Die komt van Danny Kramer. Dit is Charles Kirkland. Het is 9 punten verschil en we krijgen een vrije worp. Bill Sheridan, de coach van de Bosch, was even boos. Hier is plaats. Woutstra. Tony Parker voor een jump shot. Mooi gepaast op Kouidokas. Prima. Kouidokas 26 punten. Assist van Tony Parker. En we zitten op 9 punten verschil met 4 minuten 50. De Bosse ploeg doet het nu gewoon in een strijd tegen de tijd. Het scoren gaat er niet zo makkelijk. Nou houden ze gewoon vast. Laten gewoon de tijd nu werken. Kramer.
En er is een time-out voor Leiden bij de stand 80-69. Twee Amerikanen die ik weggebracht heb, of tenminste één Nederlands Amerikaan en één echt Amerikaan, wat me heel erg bijstaat is Andrew Fields en Danny Kramer. En met name Danny Kramer was natuurlijk heel, ja, dat was heel apart, dat lag zo gevoelig, want ik bedoel, die was zo ingeburgerd met een vrouw en kinderen. En die, ja, daar hadden we ook een heel busje voor nodig, want die hadden zo'n vracht aan bagage, dat wil ik niet weten. En dat heel de straat uitliep en dat tranen met uiten. En ja, dat was wel heel mooi, de afscheid. En dat we in dat busje stapten en dat ik de straat uitreed en ik moest wachten, want ik naderde een voorrangsweg. En heel de familie zat te huilen. En ik zeg tegen Danny van, what's it gonna be, Danny? We're leaving or we're staying? Are we gonna stay? En hij dacht 10 seconden na, brullende kinderen achterin, let's go Jack, zei hij. Ik zeg, oké, heel de weg naar Schiphol huilen. Ik zeg, we kunnen nog steeds omdraaien. Hij zegt, we gaan. Ja, maar heel apart, ja. Dus het afscheid daar, de afscheid in die straat was heel bijzonder. Met al die, ook supporters die nog kwamen, die wisten dat hij vertrok. Die kwamen uit zijn buren. Hij had op zich heel goed contact met zijn buurt. Zeker omdat de manier waarop hij met zijn kinderen omging, ik bedoel, dat was toch heel, heel apart. Ja. Danny Kramer. Jimmy Woutsa helemaal vrij en met het bord mist hij nooit. Hij doet geen bord. Maar hij scoort wel, 80-71 en het is nog niet voorbij. 3 minuten en 15 seconden. Kramer. Hagenboom is een keer aanvallend aan de bal. Tegen Barker. Barker wacht even en dan met bord. Raak. Thomas Barker, 25 punten en 82-71. We zitten binnen de 3 minuten grens. Tim Woutstra, hier is plaat voor het jumpshot. Dat is niet goed. Daar is Woutstra. Dat is niet goed. En weer een rebound van Hagenboom. Wat onderscheidt hij zich nu op een totaal ander vlak? Dat heet basketbalintelligentie en hij toont het vanavond hier echt voortreffelijk aan. De man is jarig, 29 jaar oud, speelt 11 jaar topbasketbal. Kon in het Europees team spelen, daar had hij geen zin in toen, bedankte. Hier is Kramer van een wereldafstand. 14 punten voor hem en 84-71. 2 minuten 20, Jim Boutstra en een fout van Tommy Barker. Tom Barker voor zijn tweede vrijworp met nog 38 seconden te spelen voor Silver TDO. Barker heeft 27 punten in de stopscore van de wedstrijd en plaat komt. Lee Strong mist, Tony Parker, schot hoog en raakt. Dit heb ik zelf meegemaakt bij een sportwedstrijd. Er zijn nog 12 seconden te spelen, maar dit is de werkelijke zanghulde voor Den Bosch. Voor de bank daar rechtsonder in beeld. Maar voorzitter Rinus de Jong, die de wedstrijd niet heeft bekeken. En dit is Bill Sheridan, de Amerikaanse coach, die terugkwam naar Nederland. En in zijn eerste jaar dat hij terug was, kampioen van Nederland wordt. Hoewel Tony Parker daar die ballen wel erin mag schieten, is het gebeurd. Zeer sfeervol eind, na een prima wedstrijd. En laten we niet vergeten dat het tegenspel van Parker Leiden heel goed is geweest. Laatste scoren. Danny Kramer en we hebben het landskampioenschap basketbal voor Den Bosch. Hier zijn de laatste seconden, Jimmy Woutstra wel. En de man die het waar maakte voor Den Bosch dit jaar. De meest waardevolle speler van Nederland. Staat hier in het midden, Kees Hagenboom. Niet alleen zijn scores van vandaag, maar ook die van zaterdag. Zijn totale spel over dit dubbele confrontatie, over deze dubbele confrontatie tussen Leiden en Den Bosch. Hij maakte het waar en Den Bosch kan aan het bier. 90 en nu is het 13 punten verschil. En hier gaat Kirkland, dat wordt een dunk. Ja! Den Bosch in de finale van de Europa. Barker ging voor de tv, ging hij het natuurlijk toch af, omdat hij daar stond te grabbelen. Naar die bal en dat iedereen toen al eigenlijk ja, het vermoeden had dat hij dus niet helemaal nuchter op het veld stond. En dat werd in feite bevestigd wat veel mensen eigenlijk al
dacht de CQ wisten. Ja. Dat was op zich wel jammer. Want Barker was als persoon natuurlijk, was natuurlijk een hele lieve jongen. Hij was eigenlijk veel te zacht qua karakter voor de harde topsport. En ik denk dat Tom Barker heel eenzaam was. Ik denk dat hij heel eenzaam was. Hij kon zich altijd ook heel erg opsluiten in zijn flat. Lichten uit, de gordijnen dicht, kooltrui, spijkerbroekje, tv aan. En dan kwam je gewoon helemaal niet buiten. Ja, en ja, aan de ene kant is dat natuurlijk toch wel heel vreemd. Omdat het toch in feite een hele stoere mannenwereld is. En hij was denk ik toch, op de een of andere manier paste hij daar toch niet helemaal in dat wereldje. De wedstrijd. Bij rust was het 8 punten verschil. En om een antwoord te geven op de vraag, waar is Tom Barker? Die vraag zal niet beantwoord worden vanavond hier in de Maaspoort. Tom Barker is, dat kan ik u vertellen, thuis. Hij is daar onder niet al te gunstige omstandigheden voor een sportman. Eerder in dit seizoen, bij wedstrijden om de Jones Cup, ook hier in Den Bosch, had hij problemen en werden allerlei geruchten de wereld ingegooid van drugsgebruik. Het gaat te ver om direct de beschuldigende vinger in de richting van Barker nu te wijzen en te zeggen hij is weer onder de drugs. Toch zijn er allerlei aanwijzingen dat het niet goed is met de Amerikaan van Den Bosch. Juist bij deze wedstrijd, dat zijn ploegkampioen kan worden, heeft hij de boel in de steek gelaten. Bestuursleden hebben hem thuis gevonden, maar hij is niet in staat om hier als sportman op te treden. Dat is een zeer trieste omstandigheid. Iedereen moest verzamelen en dat Tom Barker ontbrak. En ik liep naar Tom Boot en ik zeg, luister eens, Tom is er niet, Tom is er niet. Ja, Tom Boot die was gewoon met die wedstrijd bezig. Ik zei, ja, dan ga maar halen. Ga maar zoeken of ga maar halen. Ik weet niet precies wat hij zei. Dus ik naar zijn flat toe in de Harderwijkstraat met Jo Biesemans. En bellen, ja, kloppen, niks. Maar ik wist gewoon dat hij thuis was. Want ik wist ook altijd waar hij zijn auto neerzette. Want hij wilde ook gewoon vaak voor de buitenwereld laten overkomen dat hij niet thuis was. En dan zette hij zijn auto altijd ergens anders neer. Maar ik wist waar die auto stond, dus ik zag die auto staan, dus ik wist dat hij wel thuis was. Nou ja, op een gegeven moment achterom, want hij woonde zeg maar 1 hoog. Boven de koster woonde hij, van de kerk. Die ook regelmatig klaagde dat die lampen op en neer gingen. Als hij weer bezoek had van zijn beroemde vriendin, de stewardess. Uit Haarlem en weten ze, Pamela geloof ik. En dus wij achterom op het balkon geklommen. Ja, hij reageerde niet, maar ik wist gewoon dat hij thuis was. Maar omdat ik ook wist dat hij dus niet helemaal clean was, ja, dan begrijp je toch een gevoel zo van, oh jee, het zal toch niet waar zijn. Want ja, dan komen de raarste gedachten in je hoofd. Dat hij dadelijk daar dood zou kunnen liggen. Nou, wij weer naar de voorkant. Ik zeg tegen jou, ik sla een ruitje in, dat was zo'n heel klein rechthoekig raampje in de voordeur. Ik zeg, ik keek er gewoon niet uit in. Ja, ik moet het gewoon weten. Ik weet dat hij binnen is. En ja, ik wil gewoon weten wat er met die jongen aan de hand is. Dus ik pak mijn schoenen en ik kegel dat ruitje in. En toen wou ik dus via de binnenkant die deur openmaken. En toen kwam hij de gang ingelopen met een hand voor zijn hoofd. Zo van I'm ill, I'm not well, I'm sick en zo. En ik zeg, ja Tommy jongen, luister, wat ben je nou aan het doen man? Ik bedoel, heel die hal zit vol, we spelen de beslissende wedstrijd voor het kampioenschap. En je bent er niet. En je zegt van, I'm ill. Ik zeg, waarom heb je dan niet gebeld? Ja, I'm ill. En dan ging je daar in die bank zitten. En ik wist gewoon dat zij er ook was. Want ik zag die handtas en ik zag die schoenen. Maar ik wilde die slaapkamer gaan kijken, maar daar mocht ik niet in van hem. Dat was verboden terrein. Hè? Maar ik wilde gewoon weten hoe de vork in de steel zat. Nou, en toen... Ja, hoe ging dat toen verder? Toen heb ik gebeld naar de Maaspoort en ik weet niet wie ik toen aan de telefoon kreeg. Ik dacht Frans Brok of zo, heb ik toen gevraagd. En toen hebben we de GGD gebeld. Toen is de ziekenwagen gekomen met 2 van die ziekenbroeders en hij zei, oh dat is die Amerikaan, dat is die Amerikaanse basketballer. Ja, hij zei van, ja, dan laat me liggen, dat doen we niks aan. Ja. Dus met andere woorden, zo geheim was het eigenlijk helemaal niet. Het geheim lag dus gewoon al op straat. Het feit dat die broeders wisten, zo'n beetje, ja, dat klonk toch wel door. Van, nou ja, oké, okay. Ik zeg, ja, maar kan daar nou geen kwaad of hoe of wat. En, nou, die vertrokken gewoon weer. En toen zijn wij teruggegaan naar de hal. De wedstrijd was pauze. En, verslag uitgebracht. En toen die beroemde vervolg van die wedstrijd met die glansrol
van Jos Kuipers, hè, met zijn tig rebounds. Ja. En nog de laatste minuut van Mitchell, hè, met zijn hersenschudding, geloof ik. Hè. Ja. Ja. Ja, dat was toch wel heel triest. En dan als je dan inderdaad later hoort dat die jongen toch overleden is. Waarschijnlijk dan toch, hè, door. Ja, dan maakt het toch allemaal wel heel wrang. Denk ik, want als je dan ook weer daar tegenover zet, die glansrolle die vervuld heeft tegenover Amstelveen, Kinzo, Wilson Washington, dat hij daar de berenduels mee uitgevochten heeft. Ja, en dat is toch wel een schril contrast als je hem dan op die bank ziet zitten. Eigenlijk toch een hoopje ellende. Dat is eigenlijk toch wel jammer. Maar laten we het sportgebeuren van vanavond volgen en constateren dat hier Jos Kuipers aan de bal is, weer de bal heeft en nu weer mist. En via zijn hand gaat de bal uit, maar Den Bosch krijgt de bal. U kijkt inmiddels naar mensen die wel voor hun sport volledig leven, zoals hier Jan Dekker. Het is 44-38 en we spelen de derde wedstrijd voor de play-offs. Dekker-Ridderhof, dat is daar de paring bij de spelverdelers. Hier is Jos Kuipers, die nu de volle 40 minuten zal moeten gaan. Danny Kramer, goed op schot. En David Lawrence, die prachtige dingen heeft laten zien. Lawrence weer, mist. Rebound Hans Heideman, hier is René Ridderhof. 44-38, 4 minuten bijna gespeeld in de tweede helft. Hans Heideman, René Ridderhof en die gaat iedereen op zijn plaats zetten. 5 spelers van Den Bosch bruikbaar voor deze wedstrijd. Hoe is het mogelijk? Ron Kruithof, geforceerd. Jelle Esveld, Jan Dekker. Lang, Dan Kramer, onderlangs. Mooie beweging van Danny Kramer en het wordt 46-38 hier in Den Bosch. 3 minuten 30, 63-56, Jos Kuipers, de man van de wedstrijd. Vervangt Barker meer dan goed. Danny Kramer, de schutter. Niet goed, kijk eens, weer Kuipers. De bal uit zijn handen en weer gaat alles naar de grond. Maar we zijn er nog niet, 3 minuten 12, Gene Richardson. Verleden jaar hier in Den Bosch, de helft. Kuipers weer en Kuipers nog een keer. Is dit spelen, jongens? Dit is fantastisch wat Kuipers doet. Echt waar. Wat een inzet. 63-56. Downey gefrustreerd, foutenmakend. En nu is de fout voor Kruithof. Nog kan het. 2 minuut 25. 63-56. Snel scoren nu voor Haaksbergen. Ridderhof kan dat met bord? Nee, zonder. 63-58, 5 punten verschil. 2 minuten 14 nog. Ze moeten op hun tandvlees lopen nu. Dat kan niet anders. Dekker. Lawrence, sprongschot, bal in de lucht, mis. Rebound, kijk eens, Kuipers. Die geblesseerd lijkt te worden. Ja, terecht dat scheidsrechter Rolfink zegt, ik leg het spel stil. Die man die kreeg een hijs. Achter in beeld daar. Jos Kuipers. En hier komt de time-out van de ploeg uit Den Bosch. Dit zijn die 5 man. En kijk eens hoe ze op Kuipers afgaan. Wat heeft die man geknokt? Ron Kruithof gooit in. Hij was vorig jaar landskampioen in Groningen. Doordringen de fout tegen Downey. Vijfde fout. En Dave Downey mag het veld uit. Vijfde fout van Dave Downey. 5 persoonlijke fouten voor hem. En het is afgelopen. Dag werd hij uit het veld gehaald. Naar het ziekenhuis. Lichte hersenschudding. En nu wordt hij door iedereen geholpen. In het veld gebracht. Hij heeft een prachtig seizoen gespeeld in Den Bosch. En dit is de eer die hem gegeven wordt. Dekker gaat eruit. Scheidsrechters geven hem een hand. Een erg emotioneel ogenblik. Ik kan daar zelf ook niet aan ontkomen, maar het is een standing ovation. Iedereen staat hier in Den Bosch op het moment dat Plaat het veld in komt. Tom Boot, de coach, heeft het goed geregisseerd allemaal. En nu gaat Plaat ook nog even naar zijn eigen supporterscharen toe daar. En zegt ze blijf rustig. Als ze naar iemand willen luisteren, dan is het naar hem. Een score van David Lawrence. En hier is een tweede vrijworp. Weer hoog op. En die is ook goed. En het is allemaal gepiept.
Den Bosch wordt inderdaad de landskampioen die de Nederlandse Eredivisie waard was en waardig was. Goed basketbal in de Europa Cup in de halve finale. In de competitie niet te slaan. Hier is Danny Kramer. Onderlangs weer. Lange paas. En weer gaat die bal naar Den Bosch toe. Echt waar, het was een ploeg met karakter het hele seizoen lang. En het is er ook uitgekomen. Dit zijn de laatste 25 seconden van de basketbalcompetitie 1982-83. Wat heeft die ploeg een tegenslagen gehad? Kees Akerboom, uitgeschakeld voor het hele seizoen. Neusbreuken van Plaat. Kramer lang geblesseerd geweest. Plaat, hersenschudding. Allerlei andere spelers blessures. En nu het landskampioenschap met 5 man behaald. Hier is het gebeurd. Den Bosch, landskampioen 1983. En meer dan verdiend. Meer dan verdiend. 69 tegen 58 met 5 man. Echt waar. Pet af. 90 en nu is het 13 punten verschil. En hier gaat Kirkland. Dat wordt een dunk. Ja! Den Bosch. Den Bosch in de finale van de Europa. We pakken de wedstrijd op bij de stand 29 tegen 26. De Amsterdammers staan dus voor. Hebben de eerste wedstrijd verrassend van de Bossenaren gewonnen met 4 punten verschil, 74-78. En spelen hier van rechts naar links. En met Kees Amama, de pinchhitter van de Amsterdammers die een 3-punter doet noteren, komen we op 32-26 uit. En dan zit er een grote verrassing toch in. Te meer omdat de Bossenploeg niet echt tot goed spel komt. Deze man kennen we, Kees Akerboom. Hij maakt er dan 32-28 van. Kijken hoe het antwoord ligt tegen die halve pressingverdediging van Den Bosch. Komt Amsterdam er zo uit. Met Moore vaak op de kop van de bucket, rustig, kijkend. En het schot van de man van Utah is nog altijd perfect. Een van de beste Amerikanen die we ooit in Nederland hebben gehad. Hij bewees dat gisteravond zeer zeker weer. De stand 34-28. Den Bosch is de ploeg die nu aansluiting zoekt en daar is weer het kanon. Akerboom kreeg er zin in en met deze 3-punter wordt het 34-31. Zoneverdediging van Den Bosch. Het zoeken van Athanasius. Het schot dat geheel misgaat. De rebound voor Fields. Hier is Botsen die kijkt, zoekt Esveld en Esveld is heel verstandig. Die weet namelijk dat hier het kanon weer loopt. Akerboom is bezig. 34-33. Het was de veteraan die gisteren in de eerste helft zijn ploeg geheel bij de Amsterdammers hield. Moore miste ook wel eens. En dat gebeurt hier. Fields voor een van zijn vele rebounds en Botsen. De tweede spelmaker van de Bossenploeg. Het was geen echt hele goede wedstrijd, maar er zit heel veel in. Wat zegt u hiervan? Van onderen moet je dan roepen. Andrew Fields en zijn boosheid naar die denderende dunk met charge. Ja, ik denk dat je die top, die verlies je op het moment dat het Sponsor Nashua mee stopt. Die jaren, ja, dan zit er zoveel geld in dat je daarin bij kan blijven op het moment dat het geld wegvalt. Ja, dan zie je ook dat het gewoon hard naar beneden gaat. En ik denk dat we, in welke tijd moeten we dan spreken dat het terugzakt. Ja, ik kan me niet direct een jaartal herinneren, maar ik weet nog wat we met Amerikaan als Brent Whitner op een gegeven moment de Europa Cup ingingen. Toen nog met de bus naar Frankrijk. En ja, dat waren gewoon Amerikanen die kwalitatief natuurlijk niet zo goed waren, omdat we geen geld hadden. En ik kan me ook nog herinneren dat we in de bus terug naar huis, dat er op een gegeven moment geroepen werd van tegen de manager van kunnen we hier niet stoppen. Kunnen we hier niet de bus uitgooien, dan zijn we er vanaf. We waren tenslotte toch uitgeschakeld. Maar ja, in die tijd is dat begonnen. Maar dat heeft alles te maken met het kenteren van het geld. Is in de periode Redick Thompson de laatste oprisping geweest? Denk ik wel, ja. Dat is echt de laatste oprisping geweest die we nog gehad hebben. Dat was onder Dekker toen, die toen coachte. En toen we nog redelijk meededen. Maar niet echt meer voor de top konden gaan. We werden daar ook gewoon de zaal uitgeblazen in Griekenland en in Frankrijk. En in Italië hebben we dan nog wel redelijk gespeeld in het jaar. Maar voor de rest
hadden we daar natuurlijk ook weinig in de pap. Het was leuk om mee te doen, zoals we misschien nu Eifel mee doen en Amsterdam mee doen. Maar echt potten breken konden we toen eigenlijk ook al niet meer. Je had wel de laatste 6. Ik denk dat het de laatste 8 was. De laatste 8. Van de belangrijkste Europa Cup toernooi. Ja, de laatste 8. Dat doet je Nederlandse ploeg meer na. Maar ik denk ook dat we toen nog het geluk hadden dat we in de voorrondes een redelijk goede lobby hadden om in die voorrondes tegenstanders te treffen die we konden hebben. Ik dacht dat de laatste was nog Keulen. En Keulen was ongeveer gelijkwaardig en toen was het Duitse basketbal nog niet op. Denk ik op het niveau waar het nu zit qua clubbasketbal. Dus toen hadden we een kans en die kans hebben we ook gegrepen. Maar meer ook niet. Hij revancheerde zich gisteravond totaal voor zijn eerste slechte wedstrijd in de playoffs. We zitten vlak voor rust. Het is 34-35. Als de Amsterdammers scoren komen ze voor. Ze zoeken de goede schutter, dat moet Jimmy Moore zijn. Van Solm krijgt de bal. Moore neemt het jumpshot van 5 meter, dat moet haast goed zijn. Maar nee, en dan zijn er nog zo'n 7 seconden. En wat doet Den Bosch dan? Botsen dribbelt. En let op waar Van Akerboom vandaan schiet. Bijna uit Zaandam schiet hij de ruststand op 34-38. En kijk dan even wat hij doet. Dan loop je op je gemak naar de kleedkamer. Want je hebt zojuist weer een 3-punt gescoord. Mooie actie van Kees, die een fenomenale wedstrijd speelde gisteravond. 34-38 de rust. We pakken de stand op nu bij 41-49. Terwijl Esveld toch een makkelijke lay-up mist. Komt de Amsterdamse ploeg terug. En natuurlijk is daar weer Jimmy Moore met dat beschaafde sprongschot. Het wordt 43-49 en de Black Velvet Canadiens die zitten in de race. Dat herkent Jantje Dekker, de coach van Nashua dan ook. Hij staat op en geeft aanwijzing. We volgen weer de Canadiens met een 3-punter van John Emmanuels. En dan is het echt feest in Apollo Hall. Heel sfeerrijk was het, 46-49. Veel 3-punters in de wedstrijd. Maar toch ook bekeken basketbal. Dit is de periode dat de ploeg uit Den Bosch echt gaat basketballen. Zoals hier, Esveld, mooi uitgebalanceerd sprongschot. 46-51, 5 punten verschil. Er komt dan een tijd dat de Bosse spelers goed gaan verdedigen. Ook met het hoofd gaan spelen, wat geen altijd belangrijk is. Moore komt daar nog even tussendoor met 48-51, 3 punten verschil. Is het mogelijk om de landskampioen te wippen in de eerste ronde van de play-offs? Dan moet de Amsterdamse ploeg hier wat gaan doen. En hoe doen ze dat? Het is zoeken voor Den Bosch. Esveld, ja, Akerboom is en blijft een enorme schutter. Nu met bord. En het is 48-53. Is dit het breekpunt in de wedstrijd? Het lijkt erop. Het scoren wordt moeilijker. Voor de Canadiens, hier is Van Solm, kijk maar, het is het zoeken. Thomas mist. Rebound is daar niet voor een van de Bossenaren, maar weer voor Jimmy Moore. Wat beschaafd speelde die toch. En nog even is er aansluiting. 4 punten verschil. En dan komt Franken. Die soms zeer briljante momenten had en die zoekt Esveld. Dit is een belangrijke actie in de wedstrijd. Esveld weg van de bal, komt terug, heeft de velden in zijn rug. Gaat omhoog, sprongschot, scoren en, zegt scheidsrechter Rolfink, dat is een fout. Ik vind dat een erg dubieuze fout. En u ziet onder in het beeld coach Edwin van der Hart ook aangeven van, dat kan niet, mijn man staat met zijn handen recht omhoog. Feit is wel dat Esveld een vrije worp erbij mag nemen en op deze manier de stand naar 7 punten verschil tilt. En daarmee is Den Bosch vrijwel los. Kijk maar, 54-61. En dan moeten de Canadiens serieus nog diep gaan. En kunnen ze dat? Er zit een derde wedstrijd aan te komen. De Amsterdammers hebben het geprobeerd. Hun enthousiasme is groot. Kijk nog even naar Akerboom in verdedigend opzicht. Een stiekem blokje op Thomas. Dan snel naar Fields en dan een hele mooie actie. Voor de kenners is dit een hele fraaie. Let op Fields. Tegenover Amama loopt dan door. Krijgt een hoge loppaas van John Franke. En dit is een echte alley-oop. Zoals dat in het Amerikaans basketbal heet. Nog even in slow motion omdat hij zo mooi is. Fields paast af. Franke heeft die bal, maakt een schijnbeweging naar links. Kijk dan naar achter in uw beeld, waar Fields rustig aanloopt. Tegen Amama aan, dan ineens aanzet. De backscreen van Pietersen gebruikt. En dan deze hele fraaie actie. En terecht dat daar veel applaus voor was. Het was gespeeld, de wedstrijd.
Fields met 18 punten en 24 rebounds en een prachtige alley-oop. Dan nog even de laatste scores terwijl we de mannen van de punten zien. Akerboom 32 en Fields 24 rebounds. Moore 20 punten en Thomas toch 12 rebounds. Dan nog een score van Fields erbij. En als de cijfers weg kunnen, dan zien we de allerlaatste score van de wedstrijd die aangeeft dat de Bossenaren hier toch nog vrij eenvoudig wonnen. Het wordt 74 tegen 87. John Franke is de man die scoort. 90 en nu is het 13 punten verschil. En hier gaat Kirkland, dat wordt een dunk. Ja! Den Bosch. Den Bosch in de finale van de Europa. Voor Leiden. En inderdaad, het was erg de eerste helft. Het was eigenlijk een herhaling van afgelopen zaterdag toen er heel slecht geschoten werd hier in Den Bosch. Nou, het was echt niet leuk. Laten we hopen dat dit beter wordt. Dit is Gibson en de Bossenploeg staat 7 punten voor. In de eerste helft hebben ze er 9 voor gestaan. Toen is Leiden terug geweest tot 2. Maar vlak voor rust liep Den Bosch weer uit. En nu gaan we verder met Leids balbezit. Kijk, als deze bal zit, en dat doet hij, dan is het weer 10 punten verschil. Wiel, Lockhart, vanaf de platte hand. Lockhart wordt niet verdedigd, dat doet Akerboom niet goed. Bijna 12 minuten nog te spelen in Den Bosch. En Wiel brengt de stand op 51-48. En daar is de 10 punten van Den Bosch, die ze eerder in de tweede helft namen, is weg. Oh ja, hij is er ook nog. Kijk hier, wat is dit? Nou, dit is echt belachelijk. Andrew Fields. Ja. Van Helfter aan de bal voor Leiden. Nou, echt spijt is een... Nee, dat niet. En ik vind ook dat... goed, je maakt op een gegeven moment in een carrière keuzes. En dan moet je achteraf ook niet op terugkomen en zeggen... Want daar heb je... weet je... wat misschien wel frappant is in deze, is dat ik bij al die Europa Cup wedstrijden in de Vinkenkamp, dat ik aanwezig geweest ben als toeschouwer. Want ik zei al, in het begin heb ik met Puntje ook Europa Cup gespeeld. En na een jaar of 3-4 was het over. Maar toen die hoogtij van de Bossen begon, zat ik eigenlijk ook altijd in de Vinkenkamp bij al die wedstrijden. Ik heb de meeste ook gezien, hè, in de Vinkenkamp. Ik zat vaak achter de spelersbank in die bergruimte op die gymnastiektoestellen en zo. En dan vond ik het inderdaad, één vond ik het prachtig om te zien, maar twee vond ik het best wel jammer dat ik toen niet daar aan mee kon doen. Maar echt spijt, ja. Nee, toen zeker niet. En achteraf heeft dat natuurlijk geen enkele zin om daar nog eens op terug te komen. Nee, het is een keuze geweest die ik gemaakt heb. Ik heb